Mijn naam is Patrick Peters en ik werk op het Waterbouwkundig Laboratorium. En wij zijn samen met STOA de organisator eigenlijk van vandaag. Wij hebben begin februari eigenlijk formeel de handen in elkaar geslagen om samen van de mogelijkheid van Hedwige Prosper polderproeven het maximum eruit te halen. Ik ben één enthousiast van de zoveel mensen die er vandaag zijn, dus die allemaal open stonden voor inspiratie, die eigenlijk ook wel mee hebben nagedacht over mogelijkheden in en rond de polder. Ik heb zelf een aantal ideetjes opgeschreven die ik op voorhand niet had kunnen bedenken. Ik kan er bijvoorbeeld eentje geven. Ik denk de mensen op het terrein, die als er morgen iets erg gebeurt, er zijn, wanneer de onderzoekers op weekend zijn of op vakantie, die zijn we misschien de laatste jaren met het voorschijnend inzicht wat vergeten. En die moeten we terug aan boord trekken. En met die proeven in Prosperpolder is dat wel een mogelijkheid, eigenlijk, denk ik. Ja. Nu, het is zo dat STOA en WL, wij willen faciliteren, wij willen het maximaal eruit halen. Wij gaan straks een lange lijst hebben van alle ideetjes. En ik denk dat wij door goed overleg en wie brengt wat in en wie vindt wat interessant en wie betaalt voor wat, dat er dan kan gekozen worden. En de één proef sluit soms een andere proef uit. Dus dan de meest relevante zal dan moeten gekozen worden. Maar ik kan nu niet, we hebben nog geen criteria. Ik maak me sterk dat we niet heel veel moeten kiezen tegen iets, maar dat de meeste positieve verhalen gaan we kunnen meepakken. Ja.